goedemorgen. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik zit niet thuis. Ik zit in de McDonald's met... Hey. En ik vlog even met mijn mobiel. Dat is toch wat simpeler. En we hebben bij de Mac heb ik dan twee chili chickens gehaald. Plain. En Ines heeft ook een lekker etentje gehaald. Of lekker eten gehaald. En Ines is verslaafd aan foto's maken van mensen. I love your oorbellen trouwens. Echt heel awesome. Die zijn echt heel fijn. Je kan ze ook apart dragen. Dat je met een groter dingetje dan. Oh echt? Ja. Oh, dat zit niet. En we gaan zo meteen. Vertel wat we gaan doen vandaag. Ik ga foto's van je nemen. Nog en ik ga foto's maken van Ian. Ja. Dus dat wordt leuk. Beetje zo'n school surprise, weet je wel. Maar dan zonder met shirt aan. Oké, doei. Nee. Met mijn fietsen in het bos. En we gaan zo meteen foto's maken. Super mooie natuur hier. En ja, Jamie en fietsen. Doe die duimpjes omhoog voor Jamie op de fiets. En ik heb een hele dikke trui aangetrokken. Hierin? We kunnen hier, kijk. Oh nee, jawel, hier. Kijk jongens, dat ze houdt. En Jamie, ik moet niet even keihard trappen. Wacht even, hier moet ik even een foto. Kijk hoe mooi. Waterfietsen, dat zouden we een keer met z'n allen. Ja, waterfietsen. Het lijkt net Center Park. Maar ik ga even mijn camera wegleggen. Of mijn mobiel wegleggen. En dan spreek ik jullie zo weer. Throwback naar dit weggetje. Met school. Dus wij hebben op het Stadensbos gezeten. En toen moesten we hier in het park gingen we dan gymmen. En dan moesten we altijd hier de 3 kilometer lopen doen. En dan moesten we daarachter zeg maar helemaal zo gaan rennen. En ik haalde altijd 2 kilometer, want ik was altijd heel erg moe altijd. En dat is nu niet te merken meer, maar ik bedoel, vroeger had ik echt de conditie van een baby of 2. Daarheen? Oké, we gaan hier onze fiets parkeren. En gaan we zo meteen een fotootje maken. Oké, op dit bankje ging ik altijd zitten. Kapot leuk. Dus op een boomstronkje. We hebben net foto's gemaakt en zo. En ik zit te lachen op mijn foto. En we hebben een heel mooi ingeproviseerd statief. Die staat hier, kijk. Op een fiets. En wij zitten op... Nee, wij zitten nu op deze pro. Lekker leuk! Die is wel echt heel leuk. En ja, we gaan verder met foto's maken. Superleuk. En ik heb het vloggen, drive van het vloggen, heb ik weer helemaal herpakken. Ik vind het hartstikke leuk om weer te vloggen als ik leuke dingen hier doe. En mi gado. En ik hou echt van de natuur. En ja, ik zat dus op deze boomstronk en ik heb wat foto's gemaakt. Als je me wil volgen op social media, dan zal de link hier staan. En anders in de beschrijving. Proost. Ian. Kijk eens. Fancy. Even serieus. We zijn overal aan het stoppen. Want Ian zegt, oh, dit is een mooie locatie. Dit is een mooie locatie om te shooten. Shoot me down. Inmiddels ben ik alweer een tijdje thuis. Het was super gezellig met Ines in, gewoon in het bos. We hebben lekker foto's gemaakt. En we hebben lekker net gebarbecued. Het was super lekker. En nu is het tijd voor ontspanning. En ik ga zo meteen lekker in bad zitten. Super zin in. En ondertussen ga ik lekker een film kijken ofzo. Oh, ik heb zoveel zin om gewoon lekker nu een film te gaan kijken. Op Netflix. Maar mijn Netflix abonnement is afgelopen. Wat heb ik gekregen voor Ian, van Ian voor mijn verjaardag. En ja, ik ga lekker in bad. Dus zin om. Yeah. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En vandaag is het dus woensdag. En ik voel me zo ontzettend belachelijk. Ik heb gewoon de halve nacht alleen maar wakker gelegen. Ik verga echt van de pijn. En ik wil niet klagen, maar ik heb gewoon amper geslapen. Ik heb fucking koorts, 40 graden.
En ja, ik heb fucking last van mijn benen en ook echt last van mijn buik. Dus ik blijf lekker vandaag thuis. Het is nu 6:30. Het is buiten echt kut weer. Maar ja, dan moet de pret niet bederven. Want ik ga lekker straks uit bed proberen te douchen. En lekker op de bank liggen en lekker een vlog marathon te houden van mijn favoriete YouTuber. Dus ik weet niet hoeveel ik ga vloggen vandaag. En anders zie ik jullie morgen weer, of anders vandaag nog. Een hele goede morgen allemaal, het is vandaag donderdag. En ik voel me alweer een stuk beter dan gisteren. Ik heb nog wel keelpijn, maar ik drink gewoon heel veel thee met honing. Ik heb net ontbijt voor mezelf gemaakt en dat ga ik jullie nu laten zien. Nou, dit heb ik dus gemaakt. 2 rijstwafels met kaas, een kop thee met honing. En ondertussen kijk ik de vlog van Chris Mascara of zo. Mascara. En dat is een weekvlog en die heet Valentijnsdag met Shirley en Sam, weekvlog 28. En dit ga ik lekker kijken. Lekker pizza eten, pizza salami. En het is inmiddels etenstijd. Het is nu 6 uur. En de look voor meest charmante outfit van deze week gaat naar mij. Yay! Dus ik draag dit H&M ding, H&M Nikebroek. Chill mode on. En ik heb lekker even vlogs gekeken. En het is super lekker weer buiten. Dus kijk. Oh my gosh. Ik ga nu even lekker naar beneden. Even drinken. En even wat aan mijn keel doen. Want ik heb nog steeds keelpijn. En dan spreek ik jullie zo weer. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Het is geen ochtend meer. Het is nu rond 5 uur. Ik heb een super lange dag gehad. Mijn stem is echt weer verkracht. Ik zit lekker in de tuin in mijn joggingspak. En dit witte shirtje komt van de H&M geloof ik. Mijn broek komt van de Nike Store. En sokken komen van de Primark. En ondertussen zit ik lekker in de tuin met een verse sap. Verse Sudorans. En mijn hondjes zijn er ook. Gezellig. En hoe het nu gaat met hun vriend, de buurman. Kijk eens. Kijk, dit is hun, hun speeltje. Kijk, als ik hem ga gooien. Kijk. Dan gaan ze achteraan rennen. Wat leuk. Dus ik ga even lekker genieten van de zon. Terwijl die er helemaal niet is, maar net wel. En hij komt zo meteen weer terug. En dan spreek ik jullie zo weer. Ik ga mijn stem niet te veel belasten. Want anders heb ik geen stem meer over aan het einde van de week. En trouwens, een leuk feitje. Ik heb vandaag ook een afspraak gemaakt bij de kapper vanmorgen, dus 9:15. Dus dan gaan deze lokken gaan er allemaal af en ik ga mijn haar net zo knippen toen ik in Londen had. Zo'n kapsel wil ik, hè. Dus en trouwens de Londen vlogs staan nog online als je daar benieuwd naar bent. En die zal ik even linken hieronder, vind ik leuk. Dus ik spreek jullie zo weer. Kijk eens wie er eens lekker bij mij op schoot is gaan liggen. Hé, hey, wolfje. Kijk. Wolfje. Nou, zoals je kan zien lig ik in bed. Het is nu rond 1:30. Ik ga nog even een vlogs kijken met mijn oortjes in natuurlijk. En deze zijn van het merk. Ik weet niet of veel mensen het kunnen zien. Van het merk Pulse. En ik ga lekker slapen en morgen naar de kapper. Dus ja, ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En ik is nu kwart over negen bijna. Ik ga zo meteen naar de kapper toe. Mijn haar lekker kort knippen, want ik ben zo beu dit kapsel. Dat staat eigenlijk op de planning. En jullie gaan mee. Gearriveerd bij de kapper. We zijn er! Hallo. Boodschappen gedaan, mama. En we gaan nu weer naar huis. En ik leg jullie zo'n kapsel zien. En ik zit weer in de auto. En dit is mijn haar. Die ik heb laten knippen. Nou, dit kapsel heb ik laten knippen. Ik weet niet of ik allemaal brabbel. Maar dit haar. Ik had eerst haar tot hier. Dat hebben jullie kunnen zien nog in deze vlog. Maar ik heb dus mijn haar geknipt. Dat is super tof. Ik heb net boodschappen gedaan met mama. En
dat zie je allemaal hier. En de achterbak zit ook helemaal vol. En we hadden niks nodig. Duimpje omhoog als jij dat ook altijd hebt. Dan ga je naar de supermarkt met het idee, oké, ik moet dit en dit en dit hebben. En vervolgens kom je weer met een hele boodschappentas thuis. Fucking kut. Dus ik ga lekker vandaag even iets doen voor school. En ik weet niet hoe ver ik dat ga filmen, omdat het nog best wel geheim is. Dus ik ga even wachten op mijn mama. En dan spreek ik jullie zo weer. Oké, het is nu alweer een paar uur later. Dus ik heb alles gedaan wat ik voor school moest doen. Het is nu alleen nog het monteren ervan. Ik ben lekker op de bank aan het eten. 2 broodjes met kip. En die leg ik even hier. En ik heb alweer mijn chill pakje aangetrokken. Ja, ik heb schoenen aan. Ja, ik weet het. Ik heb schoenen aan. Maar je outfit maakt het toch altijd af met een paar sneakers, vind ik. En ondertussen drink ik mijn jeugdliefde. Sisi! Ja, ja. Sisi, ja, ja, ja. Sisi, ja, ja. En het gaat al een stuk beter met mijn keel. Ik heb hoest. Nee. Ik weet niet wat ik heb gehad. Ik heb vandaag iets van siroop daarvoor gehaald. En de hele dag zitten er al, hoorde ik, dat er vliegen in het huis zitten. Dus deze vriend is ook weer van de partij. Ja, sorry. Kan ik ook niet aan doen. Dus ik ga even lekker mijn broodje eten. En even lekker de vlog kijken van Jamie Lee. En dan ga ik jullie zo meteen bijpraten. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik zit in de auto. Ik heb lekker een shopdagje met Quinn gepland en we gaan lekker naar Rotterdam. Dus ik ga jullie weer meenemen. Lunch, kaasbroodje en ijskoffie. En Quinn heeft ook ijskoffie en een broodje zalm. Eet smakelijk! Zoals je kan zien ben ik weer thuis. Het was super gezellig in de stad in Rotterdam. Ik heb heel weinig gevlogd. Maar we waren vooral van hot naar her aan het lopen. Dus ik kon niet echt de tijd hebben om te vloggen. Ik heb 1 dingetje gekocht in de stad. En dat ga ik jullie nu laten zien. Het is iets wat ik super graag wilde. Ik was hier echt al 4 maanden naar op zoek. En elke keer kocht ik hem niet omdat ik hem echt gewoon te duur vond. Hij was eerst €30 en hij was nu gewoon een tientje. Dus ik vond hem gewoon super gaaf en super leuk. Dus die heb ik gekocht en dat ga ik jullie nu laten zien. Het is deze roze sweater geworden met hier op de borst Tell Me Something New. En op de achterkant, dat ga ik jullie nu laten zien, staat het zeg maar ook heel groot, geloof ik. Er staat Something, Tell Me Something Nieuw. En dat staat hier Same Old, Same Old. En dat staat hier Story Bro. Ik vond hem super gaaf. En hij stond me ook echt leuk. En de foto van dat ik deze sweater draag staat nu op mijn Instagram. Dus die kunnen jullie even allemaal gaan checken en liken en dat soort dingen doen. Dus ja. Bij deze sluit ik ook deze week vlog af. Ik ga niks meer boeiends doen. Ik vond het echt een super leuke week. Ik heb super veel kunnen doen. Ook de afgelopen dagen. Ik was wel ziek een paar dagen. Maar ja, weet je, dat kan ook een keer gebeuren. Ik ga zo meteen lekker even wat eten. En in bed liggen. En even wat video's kijken op YouTube. En voor de rest ga ik niet echt iets boeiends doen. Dus ik sluit bij deze de weekvlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de nieuwe week weer. In de volgende week. Zo, wow. Dan zie ik jullie volgende week weer. Dus tot volgende week, guys. Doei, doei.